Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe update video. Ja, de update heeft heel lang geduurd, het is nu rond 3:30. Dat ik het opdenken heb, iets anders gedaan. The Sims, Fortnite heb ik gedaan. Geen film of zo, maar gewoon om even wat te doen. En duwen we paarden zijn uit, wat er vorige keer ook uit waren. Maar ik heb een boekje klaar liggen om de namen te zien. Maar ik denk dat ik er maar twee ga kopen, omdat ik maar twee... Vond ik volgens mij leuk vond. Had ik de vorige keer toen gezegd. En zijn nieuwe zalen en tuigen en dat allemaal. En vandaag zit ik op Galaxy Girl. Dat hij uit gaat trainen. Nee, hier staan de nieuwe... Wow, dat is die druk. Oké, we hebben deze bruine. Beetje bruinachtig. Beetje, nou, een beetje naar zwart gaat hij een beetje heen. En dan hebben we deze hier. Maar die vind ik wat minder. Die is zo'n rare... dingetje op zijn neus. En we hebben deze zwarte. Deze zwarte ga ik niet kopen omdat ik al zo'n vries van heb. Dus nee, die gaan we niet doen. En helaas kan ik het niet goed zien. Dat is een beetje jammer. En wat ik ook las, is dat we ook nieuwe maanstellen hebben. Hallo? Ik mag hier niet op klikken. Waarom mag ik niet op klikken? Deze hebben ze een leuke L-streep. Ja, die is zo'n heel leuk L-streepje. Geen enkel paard heeft blauwe ogen. Ik hou van blauwe ogen, als mensen het niet weten, maar... maar als je het graag wilt lezen, ga je gang. En ik vind het jammer dat die nieuwe interface van Scoop.nl niet meer is. Die vond ik echt zo leuk, dus ik moet de paarden gaan testen hoe ze waren. Ja, en er was ook eentje bij voor Pinta. Die gaan we ook even bekijken. Vorige keer had ik het niet laten zien. Omdat ik dan niet wist dat die ook eentje van Pinta was. Nee, van Pinta, waar ben je? Voor Pinta. Dus ik was 950 starcoins. Ze hebben ook heel nieuwe nieuwe haarstijlen, jezus. Waarom vind ik deze wat minder? Oh wacht, nee, laat maar. Ik dacht al, ik dacht neem de voorkant. Dit is wel leuk. Maar ik heb nog een keer zo'n paard gekocht volgens mij. Ik vind deze wel grappig. Het is een beetje moeilijk. Ik ga eventjes terug bij naar Steve toe, want ik kan niet echt goed kijken. Even diep even pinten. Voor zijn... nee. Ik weet het niet hoor. Ik vind die lichtbruine echt heel erg mooi. Ja, ik bedoel die donkerbruine. Ik vind deze wel nice. Ik weet niet, ik vind deze wel mooi. Het is niet echt bruin en zwart, dus meer daartussenin. Hey, die heeft zo'n twee ogen kleuren. Dat vind ik wel grappig. Stadstable, je maakt het voor mij heel moeilijk. Ga ik even kijken wat mensen van paarden allemaal hebben. Nou, heel veel hebben de zwarte en de bruine en... Oh, waarom is dit zo moeilijk? Maar ik ga er toch maar twee kopen. Maar je ziet heel weinig met die. Met die van Pinta. Die zie je bijna niet. Heel veel heeft die zwart-witte. Ik vind het maar moeilijk. Was er maar iemand die me even kon helpen.
Dit vind ik wat minder. Of ik koop dat 3. Nee, maar dat doe ik niet. Ik vind 2 meer dan genoeg. Maar volgens mij had ik zo'n not zweet al van, dacht ik. Ik weet het echt niet. Vast even maakt me echt heel moeilijk. Ik vind het niet meer leuk meer. Maar gelukkig blijven ze wel voor altijd, maar kan ik altijd nog eentje kopen, maar. Vroeger had ik die zwart-witte eigenlijk gevonden. En die bruine hier. Ik koop als 3, want ik kan niet kiezen. Ik vind deze toch wel leuk. En deze vind ik graag leuk. En die wel voor Penta staat. Dus ik koop dat nu 3. Maar deze vind ik niet echt mooi. En die 2 ook niet. Want deze lijkt heel erg op de paard die ik al heb. En deze vind ik wel mooi omdat hij 2 verschillende ogen heeft. Dus, ja, we gaan dan 3 kopen. Sorry, maar ik had wel 2 gezegd, maar we gaan toch 3 doen. Omdat ik niet spijt wil hebben. Ik kan het namelijk weer kopen. Maar dat doe ik niet. Dus we gaan deze kopen. Even een leuke naam kijken. Ik heb eigenlijk gewoon alle namen wat jullie bedacht hebben. Dus voor de mensen die het nog niet weten. Ik ga deze 2 ga ik Daydream en Dreamo doen. Omdat ik ze wel een beetje laten lijken dat ze ja, tweelingen van elkaar zijn. Ja, ik ga gewoon dat doen. Daar ben je. Nou, die is als eerste Daydreamer. Ik moet wel een pen vergeten. Dan kan ik de naapjes doorkrassen. Want ja, dan kan ik een nieuwe naapjes toevoegen. Als jullie leuk vinden als ik een video ging maken. Sorry dat ik gekraakt. Dat ik een nieuwe naampjes ga verzinnen. Een video. Dat ik daar iets van 10 minuten over doe. Dat ik wel leuke naampjes ga doen. Dus, Daydreamer. Daydream. Past volgens mij. Nou, we hebben een nieuw paard. En deze ligt. Hallo, ik wil klikken. En deze. Deze vind ik gewoon het allermooiste. Maar ik kan gewoon. Hey, Void. Daydreamer. Of heb ik nu een foutje gemaakt? Weet je wat ik doe? Even snel in mijn stal kijken. Kijk ik welke paard ik hoe die eigenlijk heet. Want dadelijk heb ik gewoon 2 paarden dezelfde naam. Dat is niet echt handig. Nee. Even kijken naar level. Ah, Dream. Oké, gewoon Dream. Oké. Dus dat is nu Dreamer aan de beurt. Daydreamer. Ja, ik vind die naam wel best wel leuk eigenlijk. Vooral die paarden. Ik weet ook niet waarom, maar ja. Oké, Daydream was nu aan de beurt. Daydreamer. Zo. Nu de voor de andere, die moet ik naar Verpinta. Ik heb nog nooit een paard in Verpinta gekocht, gewoon ben ik achtergekomen. Elke keer een paard die op een plek staat waar je alleen maar starrijden kan komen. Dus ja, we hebben nu, of straks heb ik nu nog. Oh, heb ik iets van nog genoeg, ja.
Nee, verpint. Maar je moet wel een nieuw paadje gaan pakken om de stadje. En zo laten ze het kunnen laten zien. Dus dan denk ik dat ik dan de pixeltjes pak, denk ik. Zo, we gaan nu deze hier. Ja, wat zal ik die laten noemen? Want ja, ik heb wel net een paard hier gekocht. Ja, behalve die, maar die heeft van de app gedaan. Oh ja, die kleidstil hier. En verder eigenlijk niks. Hier, zonde. Welke naam? Niet weer met Dreamer, Cola Dreamer en Dreamer. Nee, dat gaan we niet doen. Silver Mint. Nee. Blueberry. Zal ik deze Milk All Gift noemen? Ja, ik ga Milk All Gift noemen. Oké, mensen. Jullie zijn maar gek aan het doen in mijn beeld. Hallo, stop zeg maar gek doen. Het zou fijn zijn als je niet zo gek ging doen in mijn beeld. Milk All, waar sta je nou? Oh, hier. Milk All Gifts. Ik ben aan de G. Miracle Gift. Nee, ik vind het wel een toepasselijke naam voor de paard. Ze heeft van die spotjes, dus een miracle. Want je ziet je bijna niet vaak. Miracle Gift. Wat is dat miracle? Oh, hier. Maar als mensen zijn die nog leuke naampjes voor me hebben, zet ze rustig hier aan de reacties. En dan zet ik het hier in mijn boekje. Die waar ik bijna geen plek meer in heb. Maar, ja. Zo, mijn boek gaat nu... dicht. Maar dan gaan we nu eventjes mijn paard even lekker level up doen. En helaas is die alles gewoon footsie. Even looken. Even kijken welke race ga ik doen. Welke race heb ik eigenlijk zin in? Ik denk niet dat ik die van Sequipato doe. Die vind ik wel... handig, denk ik. Want ik heb maar zo'n 500 nodig. Ja, dan heb ik die race natuurlijk eigenlijk nooit in de video. Maar nu ga ik die even leuk wel doen. Zo, ga lekker in deze video lekker de paardje uittrainen. En dan ga ik naar mijn stal toe. Ja. Is wel zo handig. Heb ik al nu... Ik ga wel richting de 200 paarden. Dat is echt niet normaal. Hoe snel dat wel niet gaat. Zo, ja, wat nou? Alles voor mijn 25. Nee, maar mij niet uit. Gewoon even leuk dat paardje even uittrainen. Dus, ja. Ik weet het ook helemaal niet. Ik heb heel veel paarden die level 14 al zijn. Op het moment die ik meedoe met de trainen in de update. Ik weet even niet of jullie dat wel leuk vinden, dus ik dat doe steeds. Mensen vinden het misschien wel leuk dat jullie alle paden zien en dat allemaal. Dat lijkt me voor nu ook wel grappig. Maar ik kom met dat gaan trainen om die paden te levelen, maar daar heb ik geen zin in. Lekker in de update. Meestal heb je toch altijd races. Maar dat vond ik wel zo handig natuurlijk. Kan ik nu willen dat ik mijn video gaan editen? Dat duurt ook altijd zo lang. Maar ja, maakt niet uit. Je hebt ervoor gekozen, dus ik moet niet zorgen. Ja. Nou, dan nog een champ. Ik vind het wel yummy. Dat update zo lang heeft geduurd, maar niet zoveel uit. Ik heb gewoon gelukkig even kunnen leren en. Alle games kunnen doen en dat allemaal. Dus. Ik ben wel blij dat het paardje dadelijk uitgetraind is. Ze hebben geen zorgen meer over dat paard.
Ja, ik moet nog 50 hebben, kom maar zien nu. Dan gaan we het telefoon ook even leuk af. Hè, vind ik leuk. Jong, lekker paardje even lekker uittrainen. En dan kan je lekker op de weiland met de andere paarden spelen. Ik moet nog heel veel trainen. Dat is niet meer gezond meer. Maar ja, dan komt dat zelfs even ook als ik een nieuwe paard heb. En dan weet je af en toe niet meer wat je moet gaan trainen. En ik zet ze heel vast. Dat is een stomme race. Wow, niet zo tegen mijn gommen alsjeblieft. Ik heb niks gedaan. En toen was ik weer stil. Ook handig. Even kijken. Ik moet nog een range van 175 doen. Even kijken wat kan ik dan het beste doen. Dan ga ik wel naar... Wat heet die gast? Wat heet die nou? Nee, ik ben de naam even kwijt. Maar dat maakt niet uit. Als ik de pet uit heb gegeven, dan ga ik het andere paardje ophalen. En ik zie dat mijn tochtal praat. Sorry daarvoor. Maar ik zie mijn ding hier erg omhoog gaan. Want ik heb mijn opnameprogramma aan mijn rechterkant staan. Voor mensen die niet weten, ik heb 2 schermen. Ja, misschien in de toekomst 3. Misschien. Als ik vaak live ga of zo. Dat ik ook weer wil gaan doen, zeg maar. En ik weet niet wat het met mijn programma af en toe is, maar die heeft bijna nooit zin in. Dan zet ik op te nemen en dan ben ik klaar en zegt hij van is iets mis of zo. En ik zet me dat uit te vervoegen wat dan mis mee moet zijn. Maar ja, mijn programma en mijn computer is allemaal gestoord, dus maakt niet uit. Zo, die is level klaar. Nou ja, dan kan ik even leuk met jullie praten en dan even lekker alles, dit allemaal even weg, want die heb ik nu niet meer nodig, want dat paardje gaat, wow, dat was even een leuke lag spike hier. Wow, echt, mijn game die lags. Er zijn zoveel mensen hier. Oh ja, dat paardje wat jullie hier zien staan, die is ook al klaar. Die moet ook nog getraind worden met de update. En ik heb mijn ding ook allemaal opgeruimd, zoals jullie kunnen zien. Maar ja. Nou ja, jullie zien het. Oh, deze ben ik alweer vergeten. Zo te zien. De zadel. Kom eens even hier. Oh, oké. Ik zet eventjes leuk vast bijna. Ik doe eventjes een paar die kant. Even, moeten we even kijken. Welke paard zullen we dan eventjes doen? Tenminste, 2 girl. Ik weet niet of het wel... We gaan Daydream aan doen. Omdat ik die het mooiste vind. En dan zet ik... Als ik dat paard heb in de stal heb gezet. En dan ga ik even alles wat plaatsen. Of ga ik toch die andere doen? Welke gift? Nee, we gaan even... Daydreamer. Ja, mijn god. Ik heb echt moeite met praten af en toe. Zo. Ja, maar mijn naam is er uit. Nou, dan gaan we even leuk dat paadje. Ik doe altijd zo, want ik heb volgorde gezet. Welke paad ik wil trainen. Nou, dit zijn allemaal paarden die nog aan de beurt zijn. Zeg maar. Waar is mijn... En dan stop ik er nog heen. Zo.
Oeh, agressie. Oeh. Nou. Oké, eventjes kijken wat de paard allemaal kan, want dat weet ik allemaal niet. Sommige mensen die de paard hebben gekocht en een foutje heeft gemaakt van stalstip, die hebben hem al kunnen testen. Ik niet, want ik heb er zo mee op gewacht om deze video te kunnen maken. Ik zie dat iets verandert met de manen. Dan gaan we dat ook eerst even doen. Wow, dat paardje galoppeert heel erg raar. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben best wel blij met de paard. Ik vind de maps al mooi, dus ben ik wel blij. Nou, hier gebeurt helemaal niks. Of ligt het nou aan mij? Nee, gebeurt echt helemaal niks. Oh, en dan hebben we strikjes. En dan hebben we knotjes. Ja, knotjes. Helemaal weg. Nee, die vind ik dan niet mooi. Nee, dat past niet bij de paard. Wat gebeurt er met de staart dan? Nou, helemaal niks. Ik heb ook niks. Dit ook niks. Dit ook niks. Misschien dat ik dat bij een ander paard doe. Maar hier gebeurt gewoon helemaal niks. Oh, wacht. Wacht. De voorpluk. Dat verandert alleen. Oh, dat maakt hem wel cute. Deze. Wil je eventjes weer draaien als je wilt? Ja, deze ga ik bij dit paard doen. Ja, kom eens even hier. Zo. Hé, hey, Anton heeft dat paard gekocht. Sunny. Dat is ook een leuke naam, Sunny. Dankjewel, Anton, voor je leuke naam. Ik ga hem even opschrijven. Allemaal credits naar Antoinette. Dankjewel voor je leuke naam. Even opschrijven. Sunny. Ik vind hem best wel een leuke naam, eerlijk gezegd. Sunny. Ah, daar gaat Antoinette weer. Nou, oké. En waarom staat ze hier nog? Oh, oké, laat maar. Volgens mij... Oh, nieuwe zaal ontdekken. Dan gaan we... Oh nee, dat is natuurlijk even verkeerd. Oh. Beetje lag, maar... Oeh, leuk. Dan heb ik deze rare witte. En deze groene. Ik ga eventjes zo doen. Laat me even draaien, stom ding. Zo, kan ik beter kijken. We hebben deze leuke blauwe, roze, zwart, wit. Deze zadel. Oké, dat past wel niet allemaal wit. Een zwarte zadel, deze, dit. En geen hoofdstellen? Nee, geen hoofdstellen. Helemaal zeldekjes, zadels. Zelfs geen hoefijzers. Zadeltassen, ook niet. Wat jammer. Nee, het is alleen maar... Nieuwe dingen allemaal. En voordat ik het vergeet. Ik heb moeten met praten, volgens mij. Deze paarden, denk ik, alleen maar bij de nieuwe paarden wat uit zijn gekomen. Oh ja, deze. Even kijken hoor. De zuurdeeg hoort een uitreis van door elke ruit. Je kunt uit 6 kleuren kiezen. Er zijn dus altijd eentje bij je. Lieve als ware pas, als we het toch over hebben, het vernieuwde dressuurzaad is 4 kleuren met zilver, gouden onderdeel. Je vindt de dik en zaden in uitrustwinkel in het ruitercentrum circulair bij de wijngaard of in de taalwinkel, daar ben ik nu. Je kunt ze gebruiken bij Pasofino, Engels Flobo, Lusitano en de Arabier. Je kunt ze ook op toekomst op alle paden gebruiken. Dit eind zijn speelt van level 12 en hoger. Dus als je geen level 12 bent, dan heb je pech. Maar, zijn als de kleur een pas uit maken. Alle generatie, oké. Oh, wacht eens eventjes voordat ik het even vergeet. Die ene nieuwe paden zijn terug. Dus ik moet dat niet even gaan vergeten, want anders... heb ik telkens mensen die naar mijn Instagram komen en die gaan er weer over praten dat ik iets vergeten ben. Dan gaan we dat eventjes doen. Want ik wil niet dat ik iets vergeten ben. Dus jullie zien wel wat ik bedoel, wel wat terug zijn. En ik rij volgens mij verkeerd. Nee, ik rij goed. En de gangen, die ga ik gewoon bij de stal van Molens
Holland. Zilverkleed doen bij Steve, want ik heb geen, kan ik meteen ander paard pakken die ik ga trainen. Want ik ga dan gewoon door met trainen, want ik wil ze allemaal gewoon uitgerind hebben. Oké, paard had even zin te stoppen. Oh, die andere paard zijn weg wat hier stonden. Dus hier zijn te laat als mensen nog die oude wouden hebben. Maar die paarden zijn we terug, maar ik heb ze allemaal al. Dat is lekker slim. Hoe lang blijven ze eigenlijk? Nou, zo, ja. Hè? Oh, 599 stark. Ze zijn niet goedkoper, maar oké. Ze blijven woensdag 1 juni. Dat is over een maand ongeveer. Oh, er is ook een nieuw item in de Moorland winkels, dus. En ja, dan gaan we het ook eventjes zijn, want deze paarden heb ik allemaal al, dus het heeft niet zoveel zin om nog eentje te gaan kopen. Als mensen nog iets van die magische paarden willen halen, hier staan ze. Waar de Ruiterfestival waren vorige week. Dus hier kun je ze het vinden. Ik ben echt blij met dit paard. Ik vind hem echt mooi. Eigenlijk alle paarden die ik koop vind ik mooi. Maar ik ben niet zo van, ja, ik wil ook een pruim paard, maar ik wil weer zo'n beetje zwart paard. Dus ik dacht van, dan koop ik deze maar. Dus ik heb ook eentje van zwart-wit is. Dus, ja. De volgende keer koop ik echt een zwarte. Dus, weet je dat ook alvast? Wat is dat voor iets gaars? Ben ik blij dat ik live in stal rijden ben? Waarom ziet dat er zo raar uit? Nou ja, hij is gratis, dus mijn boete niet. En verder is er niks nieuws. En waarom niet? Ja, wat vind ik hiervan? Ja. Wel leuk, even een goud tintje. Maar aan de andere kant denk ik bij mezelf van... nou ja, ik vind dat wel oké. Het is gratis, wat maakt het uit? Nou, we gaan weer eventjes terug naar Steve. Dan gaan we eventjes onze paard even uittesten. Maar volgens mij had hij iets speciaals. Maar ik doe geen setje aan, heb ik geen zin in. Want hij gaat toch op een ander paard. Dus, nou, dan gaan we naar deze leuke bak. Zoek een leuke bak ervoor. Oké. Eventjes kijken. Even nieuw speciaal aan de... Was is een classic fine in snelle volledig vlammengam met nauwelijks voorwaartse breuk op de spatiebok als het pad stilstaat. Als je hem deze pas wil laten maken, is de snelste gangstuiken weinig verzamelen die paard langer dan uitvoeren. Slaat je een snel gang, even mensen. Oké, dit doet de paard als je spatie gewoon drukt. Nou, ook lekker bijzonder. Nou, dat heb ik nog eens gezien dan. Wel met dit weg. Niet slecht. Dit is de stap. Ik draai even zo rond dat jullie goed kunnen zien. Dit is de traf. Ik vind die volsplek wel schattig bij dit paard. Dus de galop. Iets slommer galop dan. Dus iets sneller galop. Dus een sneller galop. En dus een nog sneller galop. Hoe stopt die dan? Echt zo'n sliding. Oké. Okay. En dus achteruit. Echt een beetje slow, maar hoe stijgt die dan? Oeh! Die stijger. Hebben die tegen met zijn voetpoot? Of voet? Huh? Hey, ik weet niet wat die doet, maar... Wacht, nog een keer. Oké, ik laat het nog een keer zien dan in slow motion als het me lukt. Oké,
Dus de andere ding die doet. Is gewoon normaal. Gewoon draf. High shift in. En het doet het. Gewoon eigenlijk hetzelfde als de tilt. Zo lijkt het een beetje. Ik weet niet wat dat is, maar... Ik vind het wel grappig. Die hoofd. Kijk dat hoofd. Nee, even serieus. Kijk naar dat hoofd. Moet je zien. Eerst is het gewoon lekker normaal. En dan ben je heel erg zo omhoog. Zo van, hier ben ik. Nou, ik ben wel blij met de paard, hoor. Is niet te veel... Oké, dat was even mijn launcher die afging. Maar oké, ik vind hem best wel mooi. Ja, ja, ja. Ja, heb ik nog iets gemist? Oh, volgende week komt er ook iets nieuws. Dus heeft Baroness ook weer een nieuwe rijbaan. Wat ik kan zien. Nieuw kampioenschap. Ik ben benieuwd van volgende week. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik mee moet stellen. Nou ja, dit was dan de video. Ik hoop dat je de video leuk vond. En tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye nog een keer, want ik had mijn ding nog uit. Bye bye.